Het Korps Brandweer Suriname heeft voor het jaar 2017 in totaal 147 woningbranden genoteerd. Dat zijn 9 minder dan het jaar ervoor. Brandweervoorlichter Ulrich Coats is blij met de lichte daling. Hij gaat in op de oorzaken van de branden. De commissie onderzoek brandoorzaken heeft een top 5 lijst uitgebracht, waarbij elektriciteit op de eerste plaats is als vermoedelijke oorzaak. En dan hebben we dan keukengerelateerde oorzaken, vlam in de pan, gascilinder in de keuken, etc. En op de derde plaats de groep van kinderen of volwassenen die hebben gespeeld met vuur. En op de vierde plaats hebben we pyromanie, brandstichting. En ja, jammer genoeg de grootste groep van onbekende oorzaken nog. En dit zijn meestal de 5 vermoedelijke oorzaken bij een brand. Nou, verschillende oorzaken kunnen hier ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld het binnenhalen in huis van geen deugdelijke elektrische apparaten, inferieur materiaal, begrijpt u? Apparaten die niet echt een keurmerk hebben. Of het onjuist gebruiken van elektriciteit. In 2017 kwamen 4 mensen om het leven als gevolg van woningbranden, zegt Coats. Ja, jammer genoeg moet ik meegeven dat het afgelopen jaar er 4 slachtoffers zijn gevallen als ten gevolge van branden. Het vorig jaar, dus het jaar daarvoor, 2016, waren dat 13 en in 2015 waren dat 4. Natuurlijk is elke dode bij een brand 1 te veel. Maar dat voert ons dan weer terug naar het besef nogmaals dat je in je eigen omgeving dus bewust moet zijn van de risico's. En vandaar dat wij dan ook dit jaar het beleid op zullen richten dat men dus risico moet kunnen beheersen. En we beginnen als advies te geven dit jaar dat elk huishouden moet voorzien zijn van een vluchtplan. Aldus brandweervoorlichter Ulrich Coats over het aantal woningbranden in het jaar 2017. Er is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren.